Lekker man, waarom doe je dit zo op de box, jammer nog? Ja, ik doe zo, dan geef ik een high five. Oké, test. Hey allemaal, in deze video gaan we wat leuks doen. We gaan namelijk Alles kan kapot van de Dino Show nadoen. Waarbij we twee HVA-koppels gaan testen hoe goed ze elkaar kennen. Eén krijgt een koptelefoon op. We stellen dan 5 vragen over degene met een koptelefoon op. En daarna moet degene de koptelefoon afdoen en proberen 5 keer hetzelfde te antwoorden. Elke goede vraag is 1 punt waard. Dus we gaan kijken welk koppel er 5 punten weet te scoren. Blijf kijken! Vraag 1. Mm-hmm. Hoe lang hebben jullie al een relatie rondaf in maanden? 23 maanden. Ja, 23 maanden. 23. Oké. Welk eten vindt Max echt heel vies? Ja, dan gaat hij misschien nasi zeggen. Maar vindt hij echt iets heel vies? Nee, ik vind eigenlijk niet zoveel eten vies. Want ja, nasi. Ja. Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Op Davia. Ja. Bij de Minor. Is dat dit gebouw? Volgens mij wel. Hier. Nee, ja, hier in de hier in het Wieboudhuis, want we hadden de eerste bijeenkomst hier in het Wieboudhuis. Vraag 4. Waar kan je Max 's nachts wakker voor maken? Ja, een gave voetbalwedstrijd of zo? Of een Formule 1 race, zoiets? Of een ticket naar New York? Mijn muziek is afgelopen. Friends kijken, maar misschien ook eten? Voor Shootsply? Nee. En de laatste vraag, hoe ziet de ideale date van Max eruit? Dat hij dan iets van een activiteit bedenkt en dan daarna ergens lekker uit eten en daarna nog naar een film, zoiets. Gewoon een hele chille dag. Mijn ideale date is niet zo echt heel erg spannend. Ik denk dat het uit eten is. Uit eten. Dan naar de film. En daarvoor misschien nog iets van een sportactiviteit. Oké, vraag nummer 1. Hoe lang zijn jullie samen rondaf in maanden? Ik denk 2 jaar en 4 maanden. Rondaf, ik ben zo slecht in rekenen. Gewoon 2 jaar en 4 maanden. Oké. 34. Oh ja, het Facebook official had je gekregen. Ja. Oh. Vraag 2. Welk eten vindt Jasper echt heel vies? Witte kool van zijn vader. Ik denk dat het dan ging voor de rijst met witte kool. Ja. Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Want we zouden naar intro gaan, eerste jaar. En toen kreeg je zo'n soort van ouderavondje voordat je ging. En toen zat hij naast me en toen hadden we voor het eerste gesprek over. Allereerste keer was voor intro. Waar kan je Jasper 's nachts voor wakker maken? Er zijn zoveel mogelijkheden. Voor een hele lieve knuffel. Dat is een HVA video, hè? Ja, voor de zekerheid. Gewoon een subtiele variant. Ik weet niet wat je daarvan zou... Misschien thee. Ja, het park, ik weet niet, het park had ik midden in de nacht, dat ik op spontaan zin in thee. Dus misschien niet vanuit daar heb ik gekozen. Dat is een romantisch antwoord. Ja. Gewoon knuffel? Ja. Oké, en de laatste vraag. Hoe ziet de ideale date van Jasper eruit? Nou, op zich zei hij wel een keer van, dat was echt de leukste date. Dat was toen we op het water aan het varen waren. Toen was allemaal vuurwerk in de avond. En hij was sowieso altijd heel erg van varen. Oeh, dat kan ook zo veel zijn. Nee, ik zou zelf zeggen of varen of naar het strand. Nou, jullie hadden 4 van de 5 vragen goed. Supergoed, want jullie hebben namelijk gewonnen. Yes! Lekker man, waarom doe je dit op de box, jammer nog? Ja, ik doe zo, dan geef ik een 5. Oké, test. En dan box. Nou, Mandy en Jasper, jullie hadden 3 vragen van de 5 goed. Jullie hadden bijna de 4e vraag ook goed. Maar jullie zijn op een mooie 2e plaats geëindigd. Vond je dit nou ook een leuke video? Dan heb ik hier nog een video van Jane waarin zij omschrijft wat voor types er op de HVA zijn. En wil je geen video meer van ons missen? Klik dan hier om te abonneren. En wil je graag een video over de HVA zien helemaal in het Spaans? Klik dan hier. En dan zeg ik voor nu, zoals altijd, ciao!